Wat zijn wij aan het doen, Andries, hè? Hoge druk of leggen, paal? Toch maar goed, de droevering is, hè? Moet je mij iets horen zeggen over welke slang dan ook? Nee, maar dat lijkt mij logisch dat je bij de... Nog één keer, Andries. Ik maak uit wat logisch is hier. En jij hebt alleen maar uit te voeren. Begrepen? Oké, mannen. Lage druk afleggen. Voor de hele boel is afgefikt. Stopper! We leggen toch de hoge druk aan. Andries, niks vergeten. Pannetje. Neusdopje. Miljoenen mensen maken zich zorgen, maar bijna iedereen blijft wel autorijden en vliegen. Om ons geweten te sussen worden we massaal lid van natuur- en milieuorganisaties. De milieubeweging heeft inmiddels miljoenen aanhangers en is een heuse bedrijfstak geworden, waarin honderden miljoenen... Nou, Westenberg. Hé, Nancy. Wacht. Ziekenhuis? Is het ernstig? Ja, natuurlijk. Breng ze maar. Nee, er is geen enkel probleem. Ja. Tot zo, ja. AC hier, dag 47. We gaan terug naar de kazerne. Over. Begrepen, 47. Uit. Dat gaat straks toch flink tegenvallen, Paul? Al die vrije tijd. Wel, nee, jongen. Lijkt me fantastisch. Nee, hoor. Lekker rustig zonder jullie. Heerlijk. Heerlijk, zegt hij. Kan hier niemand meer commanderen. Dat moet toch wel tegenvallen? Op zijn minst voor je vrouw. Allee, jongens. Ik word binnenkort opa. Schijnt ook een dagtaak te zijn, zeggen ze. De jeugd heeft bijna net zoveel aandacht nodig als jullie. Let wel, ik zeg bijna, hè. En als ik het vuur niet kan missen, word ik toch gewoon pyromaan. Ja, je kan natuurlijk altijd nog bij de vrijwillige brandweer van het bejaardentehuis. Horen jullie wat, jongens? Ik denk even één ogenblik, ik hoor Klein Duimpje praten. Nee, dat kan niet waar zijn. Ja, vroeger. Vroeger had de jeugd nog een klein beetje ontzacht. Oude wijze mannen zoals ik. Ik heb hier niet voor jou grijze haren. Kom gauw binnen. Wat is er nou gebeurd? Kom jongens, kom maar. Nou, ik kreeg een telefoontje van Johan zijn werk. En ja. Hij zakte zomaar in elkaar en was weg. Dus hij is nu met een ambulance naar het ziekenhuis. Wat erg. Ga nou maar gauw, ik let op de kindertjes. Hè? Oh, Elsje, die moet straks de flesje. Dat moet nog wel even opgewarmd. En de slabbertjes zitten in de tas. De kinderen moeten om 11:30 een boterham. En dan moet Elsje naar bed toe. En dan heeft ze de knuffel mee en een tingeltje. En met deze luiers is verschoon echt een fluitje van een cent. Heel wat anders dan die katoenen luiers uit jouw tijd. Lieve schat, ik heb er 3 groot gebracht. Schiet nou maar op. Nou, ontzettend bedankt dat je hem uit de brand hebt. Ja, natuurlijk, daar ben je toch buren voor. Hè? Jongens, lief zijn voor tante Nel, hè? Mama is over een paar uurtjes weer terug. Ja, hou je tijd, meid. Zo. U kunt zich weer aankleden. Dank u. Wat denkt u, dokter? Is het iets ernstigs? Daar kan ik op dit moment nog niets over zeggen. Meestal zijn dat soort gezwellen goedaardig, maar we zullen natuurlijk de laboratoriumuitslag af moeten wachten. Ik ben bang dat ik u nog een week in onzekerheid moet laten. Ja. Ja, ik weet niet of het iets met te maken heeft, maar ik ben de laatste tijd nogal snel buiten adem. Was
straks nog even wennen, Paul. Wat weet jij ervan? Wat ik ervan weet. Nou, je eigen verhalen bijvoorbeeld. Dat Ria een echte huilbaby was. En dat jij er wel dieker uit moest. Oh, dat. Ja, ja, tuurlijk. Hey, hoe ging het vanochtend? Weet je al wat? Nee, over een paar weken. Het is maar te hopen dat het niet kwaadaardig is. Ja, het zou kunnen. Maar het kan natuurlijk ook meevallen. Jawel. Ja. Heb jij je. Vermeerstraat, uitrukken voor containerbrand. Vermeerstraat, uitrukken voor containerbrand. Werk aan de winkel, ouwe! Misschien wel de laatste voor je afscheidsfeestje. Ja, te hopen. Ria moet morgen naar het ziekenhuis. Te hopen dat alles goed gaat. Als het een jongen wordt, dan gaat hij uit de brand weer, hè? Als hij niet doet. Voorzichtig hoor met die brandweerwagen. Het zou zonde zijn als hij stuk ging. Jullie lusten natuurlijk ook wel wat lekkers, hè? Laat tante Nel nou net appeltaart hebben. Of lusten jullie geen appeltaart? Net slagen. Wat hoor ik nou? Ben je zo aan het huilen? Wat is dat nou? Ben je soms een beetje nat? Hè? Kom eens even lekker mee met tante Nel. Zullen we jou een schone luier geven? Hè? En dan gaan we lekker naar het bedje toe. Zullen wij eens kijken? Want ik denk dat jij een enorme popluier hebt. Hè? Ja, nou, dan gaat ie. Lekkere kind, eens eventjes lekker op het bed liggen. Nou zeg, tante, nou had die luiers moeten hebben 30 jaar geleden. Kom eens, kom eens, kom eens, kom eens, kom eens. Afblijven! Zet meteen terug! Niets aan hem. Nou, als je goed kijkt, dan zie je dat hij kortademig is. En af en toe is ademhaling ook piepen. Na zoveel jaren trouwendienst, dan gun je hem toch een goede oude dag. Ja, natuurlijk. Als je die tumor ziet, kan zomaar ineens gebeurd zijn. Ben je klaar? Ja. Kom mee. Ja. Breng de telefoon eens naar tante Nel. Doe maar. Ja, heel goed. Heel goed. Gaat het, tante? Breng hem weer terug. Ja? Ja, zet hem weer terug op het tafeltje. En doe nou de stekker in het stopcontact. Onder het kastje. Kan je vinden. Oh. Nou, jij neem de horen op. Lisan, kan jij draaien? 0, 6, 1, 1. Jij, wie is het? Ik ben met tante Nel. Hallo? Ja. Ik heb hem ook geaaid. Maar hij was niet op mijn schoot. Ik kon hem niet optillen. Hallo? Zo sterk om poep. Belt u alstublieft 0611. De naam is... Oké. Kijk. Ja. Een beetje rustig aan, vrouw.
Paul. Ik wil eigenlijk alleen maar even zeggen dat je een dijk van de bevelvoerder vindt. Waar zit hem de grap? Nou, dat is geen grap. Zie je. Jongens, kom eens terug. Ga eens naar de oven moet uit. Die knop, boven dat rode lichtje, die moet goed uit. Nee. Ja, draai. Hij moet net zo zijn als die andere knoppen. Gaat het niet? Daar heb je het. Weet je het zeker? Goed. Pak nou een stoel uit de kamer. Ga naar de kamer. Pak de stoel. Stap zo gauw mee. Pak die stoel. Pak die stoel en kom dan weer. Dan kan je erop gestaan. Toe, vooruit. Een beetje vlug. Zie je dat haar? Ga naar buiten. Zeg dat er brand is. Voor ook een auto Zuideinde 81. Zijn er nog nadere berichten over? Er ligt één slachtoffer richting Trappenplan over. Dat is begrepen, AC. Over. 847, we krijgen net door dat er een baby in een kamer op de zolderverdieping ligt. Over. 847, is dit genomen? Over. Maken. Ik steek hem net in de binnen. Drukken.
Hier Eet, voor bevelvoerder. We hebben een gewonde vrouw. Ze ademt nog. Over. Breng het slachtoffer direct naar veiligheid. Over. Begrepen. Uit. Nummer 3 en 4 naar binnen. Eerste straal hoge druk afleg in de kamer. Uitbreiding voorkomen. Nummer 1 blijft bij het slachtoffer. Wachten tot de ambulance ter plaatse is. Ed en ik gaan even binnen doorverkennen. Laten moeten komen. Je bent een gevaarlijke gek. Je weet dat we bij elkaar moeten blijven. Het had je dood kunnen zijn. Ja, dat kind ook, Paul. Het kind was bijna gestikt. Toch ben ik blij dat je het gedaan hebt. Dat is leuk. Dankjewel. Hey joh, wat is er nou met je? Je bent de held van de week, kom op. Ik lig de hele tijd een paal te denken. Het draagt het zo flink. Nou ja, je moet het niet overdrijven. Natuurlijk is het vervelend voor hem. Maar zo'n drama is er nou ook weer niet. Hij zal even moeten wennen, maar er zijn nog genoeg leuke... Hoe kun je er nou zo luchtig over doen, man? Straks is hij dood. Paal? Dood? Ja, dood. Ik ben niet van de domme te houden voor mij. En ik weet alles. Ik heb je toch zelf horen zeggen tegen Bart van die tumor? Oh, dat. Maar dat ging helemaal niet over Paul. Dat ging over Sjoerd. Sjoerd? Wie is Sjoerd? Dat paard van Van Wijk die altijd de antieke brandweerauto trekt. Voor het afscheidsfeest. Oh, nee, hè. Dit heb ik weer. Hier naar mijn slok, dan kun je bedenken. De uitslag is binnen, meneer de Rooij. Ik zal u niet langer in spanning laten. Ik ben er klaar voor, dokter.
Ik heb een rijk leven achter de rug. U kunt rustig open kaart met me spelen. Nou, dat rijke leven kunt u wat mij betreft gewoon voortzetten. De weefseltest heeft uitgewezen dat het gezwel onschuldig is. Er is niets aan de hand. En dat was dan mijn eerste brand. Dan zal ik u nu gaan vertellen hoe die andere 3142 in elkaar staken. Oké. Ik zal het kort houden. Ik ben zeer geroerd door de mooie woorden die jullie tot me gesproken hebben. En voor het cadeau dat jullie me gegeven hebben, heb ik al een bestemming. Maar het allermooiste cadeau heb ik gisteren gekregen. Kleinzoon van 7,5 pond. En zijn naam is, hoe kan het ook anders, Paaltje. En 20 jaar bij de vrijwillige brandweer betekent niet alleen dat je alles van branden af gaat weten, maar ook van brandweermannen. En vooral van die zeer specifieke brandweermannen humor. Nou, kijk, begrijp je? Maar onze allergrootste grappenmaker kan er vandaag helaas niet bij zijn. Die moest zo nodig de held uithangen. Ja, Oké, goed. Ik begrijp het al. Geen kwaad woord meer over onze Edwin. In ieder geval heeft hij ons laten zien waar een brandweerman voor staat. Dat is voor het redden van levens. En daar zijn we allemaal erg trots op. En daarom zou ik nu om mijn betoog willen besluiten met... Jij niet een paar dagen in bed, onder de wol, even slapen? Nou, Paul, ik ben hier ook op doktersadvies. GELACH